Hoe lang ben je dit al van plan? Vanaf het moment dat ik hier vastzit. Samuel, loop door. We hebben niet veel tijd. Jezus Christus. Pedazo de mierda. Ponte de la puerta. Nunca saldrás de aquí. Het zijn allemaal sadisten. We doen de wereld een plezier, hè. Hier. Ik zal hem nodig hebben. Vooruit. Weet je nog hoe dit werkt? Ja, zo ongeveer wel. Abran todas las puertas. Hector. Niet doen. Of we krijgen hier een totale opstand. Inderdaad. Háganlo. Zet timers. Ja, ik zie het. Oké, wat nu? Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. Busquen donde cubrirse. Samuel, zoek snel dekking. Wat? Waarom? Doe nou maar. Alles goed daar. Ja, ja, alles oké. Y este gringo.
of nooit. Samuel, blijf daar. Samuel Drake nu doen? Jezus, wat ik ga doen. Ik ga eerst in bad. Dan slapen in een echt bed. Misschien met een lekker warm lichaam naast me. En mijn broer zoeken. Dat lijkt me een behoorlijk goede start. Ja, zeker. Dus, hoe lang denk je dat je nodig hebt voor het ophalen van Avery's schaat? Ik weet het niet. Ik moet eerst naar huis en dan ga ik verder zoeken. Hoe lang? Dat kan ik pas zeggen als ik ben begonnen. Je zei dat je wist waar hij is. Ja, dat klopt. Oké, maar luister, het is niet alsof Avery een kaart met een groot rood kruis erop achterliet, oké? Maar ik heb wel een paar ideeën. Dit de Oh, oké. Wacht nou even. Nee. Hey, rustig nou! Hup. Ik mag je, Samuel. Belangrijker nog, ik geloofde je. Daarom ben jij hier. Ik haal hem echt, oké? Het kost alleen wat tijd. Daarmee op, Uchiyo. Weet je, het probleem is, er spoken allemaal twijfels rond in mijn hoofd. Hector, luister naar me. Ik ga hem vinden. Ik zweer het. Hoe lang? 6 maanden. Mensen zijn lui. Ze willen altijd meer tijd hebben dan echt nodig is. 3 maanden. 3 maanden is opoffering. 3 maanden. Helft van de schat. Kun je dat doen? Zeg het. 3 maanden, helft van de schat. Goed. Als je vlucht, of de schat ergens verstopt, of je doet echt iets heel doms, zoals naar de politie gaan, zal ik het weten. En als je het dan niet verwacht, ben ik er ineens. Dan zul je zien dat je naar de dood kunt verlangen. Hier. Kom op.
Nou, de bewoonde wereld is 10 kilometer die kant op, richting zonsopgang. Weer een tijdje geleden dat we de zonsopgang zagen, hè? Vamos. Als ik hem vind. Wat dan? Wees niet bang. Als het zover is, dan weet ik je te vinden. Buena suerte, Samuel. Dus, hebben ze laat me gaan. Hier zijn we dan. Dat klinkt niet best. Nee, we gaan gewoon weer door met het spoor dat we volgden. Sorry, spoor? Sam, er is geen spoor. Toen ik met Rafe was ontsnapt, heeft hij met het geld van zijn ouders het land gekocht rond de Sint-Dismas-kathedraal. We hebben daar alles uitgekampt. Avery's schat ligt daar niet. Niet dat Rafe dat iets kon schelen. Die imbecile is al jaren aan het graven en nog steeds heeft hij niets gevonden. Dat verbaast me niks. Waar heb je het over? Nou, ik heb gewoon zelf ook een beetje graafwerk verricht. En ik weet zeker dat Rafe dit niet heeft. Ongelooflijk wat je tegenwoordig allemaal op het internet kunt vinden. Het is gewoon het Sint-Dismas-kruis. Oh echt? Want die waren gevonden. Was kapot en hol, herinner ik me. Jezus, hij is nog heel. Avery heeft meer kruisen gemaakt. Dus wat ontbreekt in die van Panama? Zit dan misschien nog wel in deze? Oké, dan. Waar is deze? Oh, dit buitengewone stuk wordt straks geveild over 3 dagen op het Rossi Estate. Het Rossi Estate? Oh, je kent het. Ja. Hoe wil je een uitnodiging in handen krijgen voor een exclusieve, zwaar bewaakte zwarte marktveiling? Nou, je hoeft niet noodzakelijk een uitnodiging te hebben, per se. Ja. En met welk geld wil je al die rijke stinkers dan overbieden? Als ik een tweede hypotheek op mijn huis neem, is dat nog steeds niet genoeg om ze... Ja, je gaat hem proberen te stelen. Nee. Wij samen. Oh, nee. Nee, man, luister, dat gaat niet. Dat doe ik niet meer. Wat? Nee, ik doe dat soort dingen gewoon niet meer. Trouwens, er zijn genoeg andere gasten die veel beter geschikt zijn om dit soort dingen te doen. Wie dan? Gewoon, zoals... Jezus. Wie dan ook? Charlie Cutter? Nee. Hij is de eerste die ik vraag voor dit soort dingen. Absoluut niet. Ik vertrouw Charlie of wie er dan ook in die telefoon van je staat niet met mijn leven, oké? Ik heb echt jou nodig. Oh man, Sam, er moet een andere manier zijn. Niet met de tijd die ik er nog voor heb. En zeker niet met Alcazar. Hey, schat, met mij. Ja, luister, dit geloof je niet. James komt hier net binnenlopen met de vergunningen. Ja. Ja, ik weet het. Maar ik moet dat project in Maleisië dus toch doen. Zie je al iets? Alleen een paar gevaarlijke criminelen die zich hebben opgedoft voor het bal. En nog geen spoor van Sullivan. We kunnen nog wel even wachten. Zo te zien is de opslagruimte in het gebouw achter het landhuis. Kun je het zien van daarboven? Alleen de bovenkant. Oh, ik ben benieuwd wat ze daar allemaal verstopt hebben. Laten we ons focussen op Avery's kruis, oké? Nou, weet je zeker dat je niks leuks wil meenemen voor de vrouw? Heel leuk. Houd maar simpel, ja? Juist, simpel.
Het zou nog veel simpeler zijn als wij met z'n tweeën waren. Sam. We hadden al lang binnen kunnen zijn. Ja, niet ongezien. Heb je eigenlijk al nagedacht over een backup-plan als Sullivan terugkrabbelt? Nee, want dat doet hij niet. Of als hij gepakt wordt? Sam, hij kent de mensen die het organiseren. Hij lult zich er gewoon in, gaat naar boven, ontgrendelt het raam en we zijn binnen. Kan echt niet misgaan. Uh-huh. Oké, goed. Ga je gang, zeg dan. Wat als hij het kruis voor zichzelf stelt? Dat flikt hij echt niet. Victor Sullivan, we hebben het over dezelfde, hè? Ja, hij heeft wel eens iemand genaaid, maar ons niet. Nee, jou niet. Ik weet dat jullie niet de beste vriendjes zijn. Een understatement. Maar ik vertrouw hem, oké? Hij is familie. Nee, luister. Ik wil dat je me ook vertrouwt. Goed, goed. Hij regelt het voor ons. Uiteindelijk. Goh, geef toe. Je hebt toch op zijn minst wel 1 seconde rekening gehouden? Daar. Zie je? Vertrouwen. Hey. Haal je wel je smoking schoon? Dank je.